welkom bij deze nieuwe video. Vandaag zit ik weer in mijn slaapkamer voor een meer knusse huiselijke sfeer. Want vandaag ga ik het hebben over iets waar ik het nog geen enkele keer over heb gehad op mijn kanaal. En dat is hygiëne. En dan met name vrouwelijke hygiëne. Ik vind dat alles wat gaat over het vrouwenlichaam, hygiëne en dat soort dingen eigenlijk gewoon moeten worden geleerd op school. Er lopen zoveel vrouwen, meisjes rond met dingetjes, issues, whatever. Waarvan wij denken van, oh, het is misschien abnormaal. Ik schaam me ervoor. Ik wil er niet over praten. Terwijl het gewoon echt een heel normaal iets is. Ik heb het ook heel vaak gehad. Ik heb ook echt wel eens met iets rondgelopen waarvan ik dacht, oh, ik ben gewoon raar. Waarom heb ik dit? En dan heb ik het opgezocht en dan zie ik gewoon dat heel veel vrouwen dit hebben en het gewoon volkomen normaal is. En het is ook handig om te weten als iets niet normaal is. Dus als er iets aan de hand is met je lichaam wat niet normaal is, als je een bepaalde geur hebt wat niet normaal is of whatever, dan is het ook handig als je dat weet. Persoonlijke hygiëne is gewoon super duper belangrijk. Dus ik dacht, ik ga vandaag jullie 10 hygiëne tips geven waar je echt iets aan hebt, die ik allemaal doe, allemaal volg. Echt goede tips. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Nou jongens, vandaag een keer iets anders dan beauty, make-up of kleding. Echt iets totaal anders, maar nog wel iets gericht op de vrouw. Mannelijke hygiëne is natuurlijk ook super duper belangrijk, maar ik ben een vrouw, dus vandaag gaan we het hebben over de vrouw. En mannen kunnen op zich ook wel een aantal van de tips van vandaag gebruiken. Oké, ik heb ze allemaal hier opgeschreven in mijn phone. We gaan beginnen met echt de makkelijkste van allemaal. Obvious hygiëne tip, maar toch doen heel veel mensen het niet. En dat is elke dag douchen. Jongens, ik weet, het onderwerp gaat altijd alle kanten in. Ik zie ook af en toe online mensen vragen van hoe vaak jullie douchen. En als je die vraag online stelt, dan claimt iedereen dat ze 35 keer per dag douchen. Maar de praktijk leert ons toch dat dat niet zo is. Vooral als je vaak met de trein gaat, ruik je hier en daar een bepaalde geur. Als jij elke dag doucht, 1 keer per dag is genoeg. 2 keer, 3 keer hoeft echt niet. Gewoon 1 keer per dag. Ik doe altijd in de ochtend, maar je kunt doen wanneer je wilt. Dan ben je echt schoon. Als je misschien sport of whatever, dan snap ik dat je daarna weer in de douche gaat. Maar gebruik dan gewoon alleen maar water. Want als je 2, 3 keer per dag ingaat met zeep op je lichaam, dat is niet heel erg goed. Dus doe gewoon 1 keer je echte douche met zeep en alles. En dan de 2e keer gewoon met wat water, zodat je gewoon weer lekker fresh bent. En als je doucht, gebruik body wash. Gebruik ook iets van een washandje of zo voor bij je oksels, dat je gewoon goed schoon bent elke dag. Nou, dat was tip 1. Dan heb ik een tip voor de oksels. Deze tip heb ik al een keer aan jullie verteld, maar echt, het hoort echt bij de video van vandaag. En dat is Odorex spray. Als jij een last hebt van een okselgeur die niet lekker is. Ik had het vaak, ondanks dat ik gewoon elke dag douche en alles. Ik rook mijn oksel echt best wel snel. Als ik het maar ietsje te heet kreeg, bam, gewoon gelijk. Deze Odorex spray. Deze is gewoon te koop bij de Kruidvat. En echt jongens, ik spray hem elke dag en ik ruik niks meer. Mijn oksel geeft geen enkele geur meer af. Het doet niks voor zweet of zo. Als je hele zweterige oksels hebt, daar is hij niet voor. Dus als jij dat probleem hebt, gebruik dit. Deze is echt ideaal. I love it. En je hebt hem ook als een stick. Maar ik vind gewoon de spray echt het fijnst. En ook een handige tip is, scheer je oksels. Ik merkte dat als ik mijn okselhaar gewoon liet gaan, dat de geur daar beter aan vasthoudt of zo. Ik weet niet of het echt zo is. Maar dat is gewoon mijn ervaring. En dan had ik veel sneller en veel langer die vieze okselgeur. Maar als ik geen okselhaar had en het weg had gehaald, dan kwam die geur minder snel. En hij bleef ook minder lang. Dus Odorex spray en scheer je oksels. Over scheren gesproken, gebruik een goede scheermes en scheergel, scheerschuim of whatever. Vooral de scheermes is echt belangrijk, jongens. Doe niet een jaar lang met 1 scheermesje. Vervang de kop echt. Ik vervang hem denk ik naar ongeveer 6 keer gebruik. Ik hou het niet precies bij, maar echt best wel regelmatig. Want als je dat niet doet, dan beschadig je gewoon echt je huid, ingegroeide haartjes, etc. En investeer in een goede scheermes. Wegwerp scheermesjes en zo,
Nee, gebruik gewoon echt een goede scheermes. Die ik heb is gewoon van de Kruidvat. Je hebt ook van die scheermesjes en die hebben hier zo'n soortig van gel. En dan als je je scheert, dan laat die gel los. En dat beschermt dan je huid. Het maakt het zo helemaal zo zacht. Die zijn ook echt heel fijn als je echt last hebt van een droge huid. Of ingegroeide haartjes of wat dan ook. Maar die ik hier heb, vind ik echt super fijn. En hij beweegt ook zo, als je kunt zien. Dus vooral bij de schaamstreek of zo is dat heel fijn. Want dan beweegt het zo mee met je huid. En dan beschermt schadig je je huid ook minder snel. En ook belangrijk, scheergel. Ik gebruik scheergel van Shave Safe Woman. Ik had hem gehad in een goodie box en ik vind hem echt super fijn. Ik moet zeggen dat ik niet heel vaak meer scheer, want ik heb mijn hele lichaam gelaserd. Maar ik heb nog wel een klein beetje haargroei, dus ik moet het nog wel een heel klein beetje bijhouden. Dus ik scheer nog heel af en toe en dan gebruik ik altijd een scheergel. Ik zie echt verschil. Ik had altijd vooral bij de schaamstreek heel veel ingegroeide haartjes. Het was zo extreem dat ik maar letterlijk één keer kon scheren, dan weer mijn hele haar moest laten groeien voordat ik weer kon scheren. Als ik dat niet deed, dan werd het echt een bende. Ik kreeg allemaal rode uitslag, ingegroeide haartjes. Ik weet nog dat ik echt iets had van, hoe doen vrouwen dit? Ik snap het niet. Hoezo ben ik de enige die dit heeft? Maar sinds ik gewoon een goede scheermes gebruik en scheergel, is dat echt helemaal opgelost. Als jij nou last hebt van een verbrande huid door al het gescheer, etc. Ik heb hier de perfecte crème voor jullie. Boegum Balsam Crème. Ik had heel lang geleden mijn hand verbrand. En toen had ik online gezien dat dit de ideale crème is ervoor. Dus ik had hem gewoon gehaald voor dat. Had er verder niks te maken met scheren of wat dan ook. Maar op een dag waren mijn oksels een beetje verbrand. Een beetje gevoelig. Ze werden helemaal rood. Oh, mijn wekker gaat af. Ik weet niet hoe het kwam. Mijn oksels gingen gewoon even door een fase heen. Ze waren echt helemaal zo gevoelig en rood en jeuk. En het was echt een mes. En ik zag in mijn la dat ik nog mijn brandcrème had. Ik dacht, brandcrème zal misschien ook wel helpen voor dit. Dus ik begon hem te smeren op die plek hier zo bij mijn oksel. En het verdween gelijk. Deze is zo fijn. Het is dus nogmaals echt eigenlijk alleen maar voor echt verbrande plekken. Maar als je dus uitslag hebt van scheren of wat dan ook, gevoelige haar, huid, jeuk, rood, etc. Gebruik dan dit erop. En jongens, het verkoelde het ook helemaal. De jeuk ging weg. En binnen een week was gewoon die hele plek weg. Tip heeft te maken met ondergoed en dat is gebruik katoenen ondergoed. Ik heb hier een string. Deze is van katoen. Dit is dus een katoenen ondergoed. Deze is van de Kruidvat. Ik vind die echt heel fijn. Ik vind hun ondergoedlijn echt heel heel fijn. Dit is de string versie, maar ze hebben heel veel verschillend ondergoed. Katoen ondergoed is de beste stof voor daar beneden voor een vrouw, want het laat luchten, het blijft niet vochtig en vooral als het daar beneden vochtig blijft, echt, je hebt binnen een dag een schimmelinfectie. Dus gebruik katoenen ondergoed en verwissel je ondergoed elke dag en misschien zelfs twee keer per dag. Als jij bijvoorbeeld heel veel afscheiding hebt, dat verschilt per vrouw. Eén heeft heel veel, één niet zoveel. Als je het heel veel hebt, verwissel het dan gewoon twee keer per dag. Dat is gewoon heel normaal. Dat is niet iets raars of zo. Maar in ieder geval minimaal één keer per dag. Ik weet dat de meeste vrouwen dit wel doen, maar toch wil ik het even vertellen. Katoenen ondergoed, want dan kan het daar beneden lekker luchten. En verwissel het één of twee keer per dag. En nu we het toch hebben over ondergoed, slaap zonder ondergoed. Ik weet dat heel veel vrouwen dit niet fijn vinden. Ik was er één van. Ik moet zeggen, ik vind het nog niet echt heel erg fijn of zo. Maar het is gewoon heel fijn voor daar beneden om te kunnen luchten. Je hebt echt de hele dag ondergoed aan, een broek aan, kleding aan. Het is daar continu helemaal benauwd. Dus gebruik dan op zijn minst de nacht om het daar beneden een beetje te laten luchten. Je kunt wel gewoon iets aandoen van een los broekje of zo, pyjama broek of whatever. Maar in ieder geval geen ondergoed die helemaal zo goed of vast eromheen zit. Laat het gewoon een beetje luchten. Je hoeft dit ook niet elke nacht te doen of zo. Ik persoonlijk doe het niet elke nacht. Gewoon af en toe als ik het gevoel heb dat het weer moet. Misschien om de dag of drie keer per week of whatever. Maar probeer het gewoon af en toe te doen. Want dan kan het gewoon daar beneden een beetje luchten. Hygiëne-tip die ik zag online, waar ik echt niet bij stil stond. Ik dacht, is dit een ding? Zijn er mensen die dit niet doen? Maar kennelijk wel. Als je naar het toilet gaat, veeg altijd van voren naar achter. Als je toiletpapier gebruikt om te vegen, van voren naar achteren. Niet van achteren naar voren. Want onze billen hebben heel veel bacteriën. En als je dan vandaar naar voren veegt, dan je veegt letterlijk elke bacterie. De kans op een infectie is dan zo groot. Ik wist helemaal niet dat dit een ding is. Voor mij was het gewoon heel normaal dat je gewoon van voren
voor naar achteren veegt. Maar als er toch mensen zijn die dit voor de een of andere reden niet doen, begin het te doen. Altijd van voren naar achteren, jongens. Nummer 8 is gebruik geen zeep daar beneden. Als je doucht, je kunt je hele lichaam wassen met elke zeep die jij fijn vindt. Maar bij je vrouwelijke gedeelte daar beneden gebruik gewoon alleen maar water. Het maakt zichzelf al schoon. Wij hoeven echt niet nog allemaal zeep of douchewas of wat even te gebruiken daar beneden. Ik gebruik daar gewoon helemaal niks. Alleen maar water. En dat is meer dan voldoende. Heel veel zeep is ook veel te agressief voor daar. De ingrediënten zijn absoluut niet geschikt. Gebruik gewoon echt alleen maar water, jongens. Tip nummer 9 is let op een schimmelinfectie. Als je iets ruikt wat niet normaal is, als je een aparte afscheiding hebt, als het een rare kleur heeft, als er gewoon iets is wat niet normaal is voor jou, ga dan eventjes op onderzoek uit of je misschien een vaginale schimmelinfectie hebt. Dat is echt doodnormaal. De meeste van onze vrouwen zullen dat minimaal één keer hebben gehad. Ik heb het ook wel eens gehad. Je bent niet vies, het is niet abnormaal, het gebeurt gewoon wel eens. Maar let erop, ga er niet te lang mee rondlopen, want dat is echt niet goed. Je kunt gewoon van die schimmel infectie pilletjes halen, gewoon bij de kruidvat en dan is het gelijk opgelost. Je kunt online eventjes opzoeken wat de symptomen zijn, welke kleur raar is, welke geur niet normaal is. En als je dat dus hebt, ga gewoon even naar de kruidvat en haal even zo'n pil. Heel makkelijk, zo gedaan en je bent er snel vanaf. En als laatste tip nummer 10 om het vandaag af te sluiten. Als jij de hele dag lekker wilt ruiken, gebruik een douche, quash en een body lotion combo. Dus zo'n combo van één geur. Ik gebruik deze L'Occitane, Neroli en Orchidee of zoiets. Body milk en shower gel. Ik heb gemerkt dat als je deze twee producten in één geur gebruikt, dat die geur super super lang blijft. Als je twee verschillende geuren gebruikt, het gaat dan zo mixen en dan blijft het ook niet heel lang. Maar als je van dit soort sets gebruikt, die zijn echt ideaal. Die ik hier vast heb, is ook echt super lekker. I love it. Ik douche dan hiermee en dan daarna breng ik de melk aan. En die geur is dan echt intens, omdat je dus twee producten gebruikt met dezelfde geur. Dat maakt de geur veel meer intens en het blijft ook echt veel langer zitten. Dus ik zou echt zeggen, investeer in dit soort sets. En dat was het dan, jongens. Dit waren mijn 10 vrouwelijke hygiëne tips. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. Als jij nog iets hebt van, hey Sarah, ik heb ook een hele goede tip. Laat het ons weten beneden in de reacties. Laten we kletsen met elkaar. En elkaar als vrouwen helpen. Ik vind dat wij vrouwen elkaar echt gewoon moeten helpen met alles. Het maakt niet uit met wat. Ik hoop echt dat de video van vandaag jullie een beetje vooruit heeft geholpen. En jullie het leuk vonden. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!